Esther Bouabadi, we zijn hier vandaag in Tubeke. Je speelde met de Belgische U17 vandaag. Tweede oefenmatch tegen Tsjechië. Dat is een moeilijke tegenstander, hè? Ja, zeker weten, ja. Ja. Ze zijn heel fysiek, heel sterk. Ze maakten veel fouten ook, hè? Ja, ja, vooral veel fouten, ja. Ja. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? In het begin ging het wat moeilijker, maar richting de tweede helft ja, ging het al wat beter. Kwamen we meer in het spel, ja. Ja. Jij maakt het verschil met twee doelpunten, twee mooie doelpunten ook. Ja, een goede assist van Lisa natuurlijk. En ja, voilà. Het moest erin. Ja. Ja. Het is belangrijk hè, in deze match dat je twee keer scoort. Ja, zeker. Vooral voor het vertrouwen. Ja. Ja. Hoe ging het dit jaar? Je speelt nog altijd bij Melkselen voorlopig. Hoe loopt het daar? Het gaat wat minder, maar we blijven vechten. Hè. Ja. En het vervolg, dat is nog altijd in Frankrijk binnenkort? Ja, binnenkort. Ja. We zullen zien. Ja. En dan, je staat met die Belgische U17. Volgende maand moeten jullie in Nederland die tweede ronde spelen, elite ronde. Hoe bekijk je dat? We gaan voor het beste, hè. Zeker en vast. Voor de eerste plaats? Ja, zeker. Ja. Oké, ik dank je. Proficiat en veel succes nog. Hè. Dank je wel.